Het aantal minderjarige verdachten dat betrokken is bij steekpartijen is de laatste 3 jaar meer dan verdubbeld. Jongeren zijn daarbij zowel slachtoffer als dader. En ook lopen minderjarigen steeds vaker rond met dit soort messen. Nou, wij vroegen ons af hoe ze hier aankomen. En stuurden een 16- en 17-jarige met een verborgen camera op pad. In Rotterdam is een meisje van 15 doodgestoken. Een meisje van 16. Bij een steekincident in Almere is de afgelopen nacht een jongen overleden. In Rotterdam is gisteravond bij een steekincident een jongen van 14 gewond geraakt. Hij ligt in het ziekenhuis. Bij een steekincident op de beroemde Scheveningse pier werd een 19-jarige jongen uit Rotterdam gedood. Er zijn grote zorgen over jongeren die zich met steekwapens in het openbare leven begeven. Het aantal messen dat bij minderjarigen in beslag is genomen is de afgelopen jaren bijna verdrievoudigd. En dat is een stijging, vooral onder jongeren. Kassa wil weten, kunnen die minderjarige jongeren die wapens gewoon kopen? Met twee jongens van 17 en een meisje van 16 reizen we het land door, langs verschillende dumpshops. Nou, ik heb binnenkort een themafotoshoot en ik werd hier naartoe gestuurd om een zwaard daarvoor te halen. Een zwaard of een kapmes? Een zwaard. En wat zijn de prijzen daarvan? Dat is alleen maar zo compleet, kost 40 euro. Ja, dat is wel zo leuk. Oh, ik krijg ook een rechtje bij. Ja, dan zal je neerzetten naar het kaart. Dit krijg je waarschijnlijk bij. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Oké, bedankt. Voor klein of groot. Hallo. Onze scholier van 17 gaat voor de aanschaf van een kruisboog. En de medewerker is zeer behulpzaam. Ja, zet je je voet in en dan trek je eigenlijk handmatig de pees omhoog. Ja, dat waren die andere. Trek je dan achter die nop. Ja, die staat dan gelijk doordat je deze ook mee naar achter trekt. Zodat die dat hij zo op zee kan zetten. Ja, ze hebben hem in het zwart verpakt, omdat je mag er eigenlijk niet meer over straat lopen. Dus dat is ook een goede oplossing, denk ik. Hartelijk dank. Ja, u ook, hè. 6, 8. Het meisje van 16 gaat voor een zogeheten bolo-mes. Maar met twee scherpe kanten. Hier gaat onze 17-jarige op weg om een kleine kruisboog te kopen. Die krijgt hij zonder moeite mee. Ja, dank je wel. Wat heb je? Ja, dit. Zo. Maar we zijn eerlijk, als onze 16-jarige dame even later dezelfde winkel een machette wil kopen, komt ze met lege handen terug. Niks. De eigenaar heeft haar ID gecheckt en gezien dat ze minderjarig is. En dan weet een van de jongens nog de hand te leggen op een zwaard. Ingepakt en wel. Ja, zeker. In cadeauverpakking zelfs, met strik. Want onze koper had gezegd dat hij voor zijn jarige opa was. Vandaar. Katana-achtig iets. Zo'n zwaard. Zo'n grote samurai zwaard. Ja, met standaardje en zo. Ten slotte zien we hoe het meisje op weg gaat. Ze schaft een kukri aan, een Nepalees mes. Ja, dankjewel. Nou, nog een fijne dag. Bedankt. Doei. De minderjarigen krijgen de wapens dus zonder problemen mee. Maar waarom dragen jongeren eigenlijk messen op straat? En hoe is dat op dit moment wettelijk geregeld? Na 2 dagen winkelen kwamen onze minderjarigen thuis met een keur aan messen, kruisbogen en zwaarden. Heftig wapentuig. Met de messen die ze kochten kun je de meest verschrikkelijke dingen uitvoeren.
Joël Ricardo is jongerenwerker. Wat beweegt jongeren om zich steeds vaker te bewapenen? Sommigen dragen het voor bescherming. Sommigen voelen zich echt bedreigd en zien dit als een manier van bescherming, wat ik ook begrijp. En voor sommigen is dit hun enige manier. En voor sommigen kan het ook voor de show zijn of om erbij te horen. Het zijn verschillende redenen. Het lijkt mij gewoon eng dat iemand van 14, 15, 13, 16 aan een heel gevaarlijk mes kan komen. En wat is voor jou een heel gevaarlijk mes? Elk mes voor mij is gevaarlijk, om eerlijk te zijn. Maar voornamelijk shanks, machetes, van die grotere messen. Elk mes kan dodelijk zijn. We laten wapendeskundige Jasch van Driel onze oogst zien. Hij is dé wapenexpert van Nederland en adviseert allerlei partijen. Zoals het ministerie van Justitie. En nog echt een... Goed. Dit is dus het resultaat van 2 dagen winkelen met 3 minderjarige jongeren. Okay. Wat is uw eerste indruk? Ja, hier is toch redelijk uitgebreid de wet overtreden. In een aantal gevallen in ieder geval. Dit soort wapens mag je niet aan een jongere verkopen. Dit is een kruisboog. Hij is wel in onderdelen uit elkaar, maar hij is compleet. Dit is een categorie 4 wapen, dat mag je helemaal niet aan een 17-jarige verkopen. Nou, is dit bijvoorbeeld een mes? Wil je daar eens naar kijken? Ja, dit is zeker een mes, ja. Dit is, even kijken, hier open, hè? Ja, nog eentje. Nog één? Ja. Ja. Ja, hij is ook scherp ook. Nee, kijk, als je dit... Ja, zeg maar. Maar denk je, mag een minderjarige zo'n mes kopen? Zeker niet. Maar volgens Van Driel mag dit wel verkocht worden. Mensen denken dat het een machete is. Dat is niet waar. Het is een specifiek Nepalees wapen. Of eigenlijk meer een stuk gereedschap. In de zin der wet is dit een stuk gereedschap. Het heeft 1 snede. Dat betekent dat het niet als wapen beschouwd wordt. Tenzij de persoon die het bij zich heeft duidelijk laat merken dat hij het als wapen wil gaan gebruiken. Ik denk dat heel Nederland zou willen dat een minderjarige zoiets niet zou willen kopen. Dit is... Ja, elk mes is gevaarlijk. En ja. Wat als je weet dat dat gewoon mag? Als dit gewoon mag, dan denk ik dat Nederland heel goed moet gaan kijken hoe dit zou kunnen veranderen. Dit, een bolo-mes. Een bolo-mes is een mes met deze vorm. Heeft 2 snijkanten. Deze is echt alleen bedoeld als wapen. Dat wordt aangegeven door het feit dat die dubbele sneden hebben. Gaan we nou kijken naar een machete. Dit is tuingereedschap. Mag gewoon verkocht. Het mag verkocht worden, tenzij, en dan komen we weer op die factor aard en omstandigheden, tenzij blijkt dat de persoon die het aanschaft van plan is om het als wapen te gaan gebruiken. Wat overigens ook geldt voor deze, want het is om te snijden, te hakken en om mee te zagen. Dit is bijna nog meer een stuk gereedschap dan die. Maar mag ook verkocht aan minderjarigen. Dit mag verkocht aan minderjarigen. We gaan op pad met de koekri die het 16-jarige meisje in de winkel kocht. Kijk even. Ja? Dit mogen minderjarigen kopen in de winkel. Oh, dat vind ik niet normaal. Nee, eerlijk, dat vind ik echt niet normaal. Dat is toch gevaarlijk? Ze kunnen gewoon iemand bij steken. Nee, ik vind het niet normaal, hoor. Dat het verboden moeten worden. Ja, absoluut. Ja. De jeugd is natuurlijk tegenwoordig wat anders dan de jeugd van vroeger. Hè? Daar zit wel een mijlenverschil in. Dus ja, ik vind het absoluut niet kunnen. Ja, zo'n mes koop je niet om een brood te snijden, zeg maar. Nee. Ja, een beetje vreemd. Wow. Ik wou aan het zeggen, die vind ik heftig. Ja, nee, ja. Dat is echt heel heftig. Nee. Zou anders moeten geregeld worden. Zeker weten, ja. Denken jullie dat minderjarigen dit mogen kopen in de winkel? Absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Dat kan waarschijnlijk wel. Het wordt gezien als gereedschap. Ja. Volgens de wapenwet mag het. Echt, ja. Is hij scherp? Ja, voel maar. Je hoort zoveel dingen op het nieuws de laatste tijd dat ik gewoon denk van... het begint gewoon de normaalste zaak van de wereld te zijn. En eigenlijk hoort dat niet zo te zijn, maar... Moeten ze niet teleurgesteld staan als er iets gaat gebeuren? Nee, dan moeten ze er niet van raar opkijken. Ja, dat mag niet. Mag niet? Daar staat het duidelijk. Aan niemand, niet alleen de minderjarigen. Maar dat mag wel. Oeh, krijg ik kippenvel als ik dat zie. Oeh. Minderjarigen mogen dit gewoon gaan kopen. Serieus? Wat vind je daarvan? Raar. Dit zou eigenlijk onder de wapen... Net moeten vallen. Ik ben blij dat u me weer in de hoes doet. Ja, hè? Ja. Dat is een rot gevoel, zo'n ding in je pens.
Ja, wat staat er in die wet wapens en munitie? Nou, die plaatst wapens in 4 categorieën. In de eerste 3 categorieën vind je bijvoorbeeld katapulten, automatische vuurwapens en pistolen. Die zijn vaak illegaal en mogen helemaal niet worden verkocht. Dan de kruisbogen, zwaarden en machetes die onze jongeren hebben gekocht. Nou, die vallen in de 4e categorie. Deze mogen wel worden verkocht, maar niet aan minderjarigen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat na de opnames aan ons weten dat ook de machetes met 1 snijvlak in de 4e categorie vallen en dus ook niet mogen worden verkocht aan minderjarigen. Nou, even terug naar onze jongeren. Wat kochten ze nou precies? Bij 5 van de 8 bezochte dumpshops kregen ze machetes, zwaarden of kruisbogen mee. Bij 3 dumpshops kregen ze in totaal 4 machetes mee. Bij 2 dumpshops kregen ze zwaarden mee, waarbij de 16-jarige een setje van 3 zwaarden mee kreeg. En bij 2 dumpshops kregen ze 2 kruisbogen mee. Een kleine pistoolkruisboog en een groot kruisboog. Nou, al deze wapens hadden volgens het ministerie dus niet meegegeven mogen worden. En het resultaat ligt hier bij mij aan tafel. En ook bij mij aan tafel zijn aangeschoven Atje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA. En Jas van Driel, wapendeskundige. Even bij u te beginnen, mevrouw Kuiken. Ja, dit is dus de oogst die onze jongeren hebben gekocht. Wat vindt u daarvan? Ja, het is toch bizar dat je weet dat ze dit gewoon meegekregen hebben. Deels ondanks dat het niet mag. En deels omdat de wet blijkbaar onduidelijk is of niet streng genoeg. En we weten dat het aantal incidenten met steekwapens toeneemt. Dat het een groot probleem is onder jongeren. Ja, en het zal je kind maar zijn wat uitgaat of buiten aan het chillen is en slachtoffer wordt van een steekincident. Dus ik vind dit echt heel erg zorgelijk. Ja, u vindt dit niet te begrijpen. U zegt de wet is ook niet duidelijk genoeg. Ik ga even naar u, meneer Van Driel. U bent de wapendeskundige in Nederland. En u zegt dus dat dit een stuk gereedschap is. Ja, dit, officieel onder de wet is dit een stuk gereedschap. Het kan wel een wapen zijn, maar dat hangt af van de omstandigheden waaronder het wordt aangetroffen. En hoe kan het dan dat het ministerie van Justitie het daarin niet met u eens bent en zegt dat dit wel degelijk ook een wapen is dat niet aan minderjarigen verkocht mag worden? Dat is een beetje verbazingwekkend. Het ziet eruit dat ze hun eigen wet niet kennen. Maar we hebben het tot 3 keer toe aan hen gevraagd. Ja, maar heeft u de wet zelf gelezen? En daar staan ze niet in. In Nederland is het zo dat alles is toegezegd staan tenzij het verboden is. En de verboden voor wat betreft wapens staan in de WWM en de regeling en nog een aantal andere paragrafen. En daar staat de koekri en ook de machete staan daar niet bij. En die vallen dus niet onder de verboden. Maar u zegt op dit moment is dit dus niet verboden voor minderjarigen. Ja. Zowel dit mes als het mes dat hier ligt. Ja. Ja, moet die wet dan aangepast worden volgens u, mevrouw Kuiken? Ja, en ik ben het wel mee eens met de heer Van Driel, want ik heb de wetgeving ook nog eens een keer goed naast gelezen. En alles wat eenzijdig is, staat nu eigenlijk onder categorie 4. Dus als het ministerie beweert dat ze wel verboden zijn, betekent in ieder geval dat de wet aangescherpt moet worden. Bovendien vind ik ook dat meer messen eronder zouden moeten vallen. Want waarom zouden jongeren überhaupt met een mes op straat moeten lopen? En we zien ook dat vooral dumpwinkels, maar ook online, het eigenlijk nog steeds voortdurend mogelijk is om messen aan te schaffen. We hebben zelf ook nog even voor deze uitzending gekeken online of we een mes als jonger, als minderjarige konden bestellen. Was eigenlijk geen enkel probleem. Dus kortom, een groot probleem. En dat betekent zwaardere straffen, sluiten van winkels en wetgeving aangescherpt. Want anders blijven we tegen deze problemen aanlopen. Ja, dus u vindt dat de leeftijdsgrens voor dit soort messen verhoogd zou moeten worden naar 18 jaar? Absoluut. Weet je, ook mijn kind gaat straks naar de middelbare school. Ook mijn kind gaat straks uit. Ik wil niet dat ze geconfronteerd wordt met dit soort wapens. En deels is het om stoer te doen, deels is het om geweld te willen gebruiken. En sommige jongeren nemen het mee om zichzelf te beschermen. Laten we dat gewoon niet toestaan. Bent u het daarmee eens, meneer Van Driel? Moet die leeftijdsgrens omhoog? Ik vraag me af of dat zinvol is om die leeftijdsgrens omhoog te halen. Waarom zou het niet zinvol zijn? Hoe ga je het in het vat gieten? Je zult de zaak moeten definiëren. Je zult moeten zeggen van wat willen we nu eigenlijk verbieden. Je moet je afvragen van wat verbieden we dan wat we eigenlijk niet nodig is om te verbieden of wat we niet kunnen verbieden. Ik ben met mevrouw Kuiken niet eens dat men hier zomaar mee op straat kan lopen. Dat is absoluut niet waar. Ik heb dat ook al eerder gezegd. Deze wapens... Deze, maar wat gebeurt er dan? Op het moment dat je gepakt wordt met een machete of een koekri op straat, ben je strafbaar. En dan word je opgepakt, je krijgt straf. En daar liggen verschillende voorstellen om dat nog wat verder uit te breiden. Waarbij het dan niet gaat om het puur bezit te verbieden, maar om het juist aan te pakken als het misbruikt wordt. En misbruik is in dit geval het dragen op straat. Maar u zegt dus dat het niet zoveel uithaalt om dit soort messen te verbieden onder jongeren, omdat het lastig is te definiëren. Maar ik,
dit is, ja, wat is hier lastig aan te definiëren? Wat is het verschil tussen dit mes en een vleesmes? Ja, maar waarom zou je als jongere überhaupt met zo'n mes A het moeten kopen? Of B, bij je te dragen? Ik bedoel, de meeste jongeren wonen nog in een thuissituatie. Het is niet logisch om een keukenblok aan te moeten schaffen. Dus kortom, ik zie niet waarom het nodig is om het te kopen. Ik zie niet waarom het gerechtvaardigd om het is bij je te dragen. Ik zie ook dat heel veel het Openbaar Ministerie heel veel zaken ook seponeert of niets mee doet, omdat ze het moeilijk bewijsbaar achten. En ondertussen zien we het aantal steekincidenten gewoon toenemen. Dus ik zeg, stel wel die norm veel duidelijker. Zorg ook voor dat er veel meer gehandhaafd wordt. Maar maak het in ieder geval heel helder dat dit niet kan. En pak ook dumpshops en online handelaars aan die dat wel toestaan. Maar dan zegt u het precies. Het probleem zijn de steekincidenten. Dit is geen steekwapen, dat is geen steekwapen, dat is ook geen steekwapen. De wapens die gebruikt worden bij steekincidenten zijn mesjes. Je zou bijna zeggen mesjes. Nou, ik ga het toch even onderbreken, want er zijn meerdere steekincidenten geweest de laatste tijd met dit soort messen. Meerdere, maar meerdere, dat is meer dan een klein beetje. Terwijl echt de grote meerderheid van de steekincidenten gaat met ordinaire keukenmessen. Ja, maar ook dat vind ik dat je aan moet pakken. Maar de laatste incident, onder andere in Rotterdam, die we hebben gezien, was wel degelijk met machettes. En het wordt natuurlijk niet alleen maar gebruikt om te steken. Het wordt ook gebruikt om te intimideren. Of te bedreigen, of vrouwen aan te randen. Kortom, het is gewoon een groot gevaar onder jongeren. En niet voor niets dat de politie roept om maatregelen. Dat burgemeesters ons aansporen tot maatregelen. Omdat het hand over hand toeneemt. En ik leg me er ook niet bij neer dat we zeggen, ja, maar we hebben te weinig capaciteit om te controleren, of we hebben te weinig capaciteit om te handhaven. Daar vind ik de veiligheid op straat en de veiligheid van onze jongeren gewoon te belangrijk voor. Maar wat we nu aan het doen zijn, is een soortement van Pavloviaanse reactie die we al heel vaak hebben gehad van, we hebben een probleem en we gaan iets verbieden. We verbieden een voorwerp, een mes of wat dan ook. Terwijl het probleem zit in de maatschappij zelf. Het zit bij de jongeren zelf. Waarom gaat een jongere met een mes de straat op? Waarom loopt een jongere om 12 uur 's nachts met een zombieslayermes in zijn rugzak op straat? Zeker als het een jongen van 13 of 14 is. Burgemeester Abu Taleb, mijn burgemeester uit Rotterdam, heeft in februari al voorgesteld om als jongeren met messen die zij willen gebruiken als wapen opgepakt worden, op straat bijvoorbeeld, of ook, het kan bij een voetbalwedstrijd of waar dan ook zijn, dan pakken we niet alleen de jongeren aan, dan pakken we ook de ouders aan. Ja, maar dan moet je wel iets hebben om te verbieden. En dan moet het ook heel duidelijk zijn dat je een wapen niet mag kopen. Maar wapen, het dragen van een machete op straat is al verboden. Ja, maar op het moment dat het zo makkelijk is om het te kopen en er wordt niet op gecontroleerd en de pakkans is klein. Ja, waar staan we dan met elkaar? Dan komen we in een situatie dat we een verplichting gaan invoeren in Nederland, dat elke keuken verplicht uitgevoerd wordt met een lade waar een slot op zit, zodat iemand die onder de 18 is geen keukenmessen mee kan nemen. Maar meneer Van Driel, er moet duidelijk een oplossing komen voor dit probleem. Dus u bent de wapendeskundige in Nederland. U adviseert het ministerie. Wat gaat u dan adviseren? Wat is dan volgens u wel de oplossing? Mijn advies zou echt dat ik volg wat dat betreft burgemeester Abu Taleb, dat het tijd wordt dat de mensen die kinderen hebben, die hun kinderen dit laten doen, laten we wel wezen. Je bent verantwoordelijk. Maar is dit dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de shops die dit verkopen? Deze winkels, deze dumpwinkels, zijn de fout ingegaan. Ze zijn daarmee de fout ingegaan. Deze valt over te twijfelen, omdat dit, of dit echt zwaarden zijn, kan je het over hebben. Maar met de polo, oftewel ook wel smatchet genoemd in het zwaar, zijn ze absoluut de fout ingegaan. Die moet je aanpakken. Uw punt is duidelijk, beter handhaven. Wat gaat u doen? Want u laat het hier niet bij zitten, denk ik. Nee, we hebben binnenkort sowieso al, juist naar aanleiding van die vele incidenten, steekincidenten, staat er al een debat in de Tweede Kamer. Ik ga wel vragen om een aanscherping van de wapenwetgeving. En ik wil ook dat er meer gehandhaafd wordt, wapencontroles. Maar ook laten we dumpzaken aanpakken, want ze staan voortdurend negatief in het nieuws, omdat ze toch spullen verkopen aan minderjarigen die niet mogen. Ja, dan is het ook gewoon een kwestie van sluiten. Want anders blijft het gewoon doorgaan. Helder, ik wil jullie danken voor jullie komst. Dan zijn we het voor 80% met elkaar eens. Kijk, nou ja, die laatste 20% kunnen jullie dan een andere keer nog overleggen. Want volgens mij is het laatste woord hier nog niet over gesproken. Dank voor jullie komst naar de studio. De verschillende dumpshops die zeggen te betreuren dat de minderjarigen de wapens hebben meegekregen. En dat doorgaans altijd om legitimatie wordt gevraagd. Ja. De winkels geven aan strenger te gaan toezien op het controleren van de leeftijd. En een van de dumpshops die reageerde net even anders. Die zegt het volgende. 16-jarigen mogen zich rustig oefenen in voortplanten en autorijden, maar een machete kopen mag niet.
Nou ja, die heeft het denk ik niet helemaal goed begrepen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid die wilde niet op camera reageren. Zij zeggen op dit moment een actieplan te maken om het wapenbezit en gebruik onder jongeren tegen te gaan. Wil jij hier meer over weten? Ga dan naar onze site voor uitgebreide reacties van de dumpshops, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie. En ook zie je daar onze reportage over het online aanschaffen van wapens. Want daar kunnen we ook nog een hele uitzending over maken. Dat is namelijk ook heel simpel.